Yo mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Maxime MXM en vandaag is het tijd voor een nieuwe F1 2020 video. En het seizoen is weer begonnen jongens. Wat een feest! Wat een sfeer! En wij gaan lekker racen. Er is ook Formule 2 en het leek me leuk als er een Formule 2 race is. Om ook even lekker gewoon te gaan racen. Want vorige keer vond ik het ook eigenlijk wel stiekem best wel leuk. Dus laten we eens even kijken hoe dat gaat. We kunnen natuurlijk met de 2020 auto rijden van MP Motorsport. Met de enige echte Matsushita. Of de one and only Drugovic. Maar de 2019 line-up. Dat is echt wel zeer poch. De myth, de legend. Raguna 10. Die kan ook. Dus laat even in de reacties weten of we de volgende keer met Mahavir Raghunathan moeten rijden. Of dat we gewoon met de 2020 auto moeten rijden. Maar vind je dit nou leuk? Smash dan vooral op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent en vergeet zeker niet om op dat belletje te drukken zodat je geen enkele video mist. Nou en dan gaan we dan dames en heren. Ik weet niet hoeveel RPM we nodig hebben. Maar we gaan maar eens even wat proberen. Oké, dit was een stuk beter dan de vorige keer. Nog steeds niet helemaal waar we moeten zijn. Iedereen vliegt ons om de oren. Ik ga even bij mijn teammate rijden. Yo maat, kunnen we even samen door de bocht? Ja toch? Oh, een beetje duwen trekken. Kom maar goed toch? En dan gaan we dan weer. Op P17 rijden we momenteel. Wat kunnen we doen? Drugovic is de binnenkant een beetje aan het verdedigen. Hij divebombt hem naar Delatras. Ik ga sowieso heel veel namen verkeerd uitspreken. Maar ja, het gaat niet om hoe je iemands naam uitspreekt, toch? Oh, sorry. Ja. Die auto's zijn ietsje slomer qua reactie. We zenden hem overal gewoon naar de inside. Decent start, ja. Oh, mijn wieltje. Armwieltje. Oké, we gaan samen door de bocht. Zij aan zij met ons teammate. Gekke wheelspin hadden we daar. Dat is niet helemaal fijn. Nou, de eerste ronde hebben we overleefd. Zonder crash of wat dan ook. Ik vind het alleen een beetje, ik weet niet. Dat ik niet echt snel genoeg ga hier op het belangrijkste stuk. Misschien kunnen we met het remmen een plekje pakken. Oh my god, dat dacht hij ook. Nou, ik pak jouw plek eerst even. Dan mag jij mij lekker volgen. Die auto die breekt zoveel uit. Het is echt... Je moet op je tenen rijden in vergelijking met Formule 1 auto's. Daar kun je echt wel veel agressiever mee zijn. Hier moet je echt een beetje zo rustig aan, het komt allemaal goed, geen stress. Volgende target, P14 Giotto. Oké, waar kunnen wij de meeste tijd pakken? Ik moet natuurlijk nog flink aan deze auto's wennen. We moeten even leren hoe deze auto's rijden, waar we het beste tijd kunnen winnen, wat we nog kunnen verbeteren. Ik moet iets voorzichtiger op mijn gas af doen, want wheelspin is niet snel. We zijn meestal in de bochten met deze auto's het snelste. Hoezo ben je zo snel? Kan ik mijn fuel? Nee. Waarom kan ik mijn fuel niet aanpassen? Oké, sorry, maar hier remde je echt gewoon veel te vroeg. Dan zet ik hem er ook naast. En nu achter tikt hem aan. Oh, Giotto is aan het battelen met Drugovic. Ik hoop dat ik snel weer erbij kom hier. Ik zet een paarse sector neer. Kijk eens aan, jongens, we zijn goed aan het pushen. En daar rijdt Schumacher ook op P10. Laten we proberen om hem in ieder geval te pakken. We hebben nog 5 rondes te gaan. En 4 auto's voor ons. En een blokkerend wieltje aan de linkerkant. En nu hebben we DRS. Kijk, dat is top. Maar iedereen heeft DRS, dus dat is altijd wel een beetje een probleem. Kunnen we misschien hier in deze bochten wat doen? Ik kan echt niet over de curb. Misschien buitenom. Nee, toch hier dan binnendoor? Of nee, toch buitenom. Een beetje blokkeren maakt niet uit als we er maar langs zijn. Good job. Nice overtake. Nice overtake. Jeff die vindt het helemaal fantastisch.
DRS aan, maar we krijgen bezoek. Hij is langer op het rechte stuk. Hij is langer op het rechte stuk. Langer. Hij is sneller. Hij is sneller op het lange rechte stuk. Oké, ik zat even aan een dive te denken. Ik deed het toch maar niet. Anders dan was misschien onze frontwing naar de Ripperonis. Hier gaan we ook een stuk beter doorheen. Ik ga hem hier gewoon zenden. You left the door wide open, sir. Oh, hij zit nog naast me. Ik schakelde daar wat vroeg op. Hij heeft de binnenbocht. En mijn wiel blokkeert volledig. We gaan er samen doorheen. En ik heb een betere exit. En nu gaan we lekker met die DRS achter Samaya aan. En daarvoor hebben we ons doel. Schumacher. Ik vind het echt vet dat hij gewoon in Formule 1 zit. Ik kan niet wachten om te zien hoe zijn carrière gaat verlopen. Oeh, we zitten dichtbij hoor. We zitten enorm dichtbij. 3 rondes te gaan, nog 2 auto's, kom op. We moeten deze ronde Samaya inhalen. Maar dat gaat denk ik ook wel lukken hoor. Nu kom jij, please. En we kunnen ook af en toe met een andere Formule 1 coureur, of Formule 1, met een andere coureur rijden. Bijvoorbeeld met Schumacher volgende keer. Oh, dit was een beetje een risky cent. Het lijkt me wel leuk om met Schumacher ook te rijden. Geef ons even een goede slipstream. Waarom gaat die auto niet sneller? Oké, hij gaat binnendoor. Nee, gaan wij gewoon laten remmen. Oké, hij remt ook verdomd laat. Dan moeten we een betere exit hebben. Geef me DRS. Ik ga hem nu binnendoor. Ga nou sneller. Damn boy. Oké, we zijn bij Schumacher aangekomen. Aitken rijdt er ook. Oeh, we zijn dichtbij. We zijn dichtbij. Waar kunnen wij Schumacher inhalen? We zijn weer aan het pushen. We krijgen de auto meer en meer onder controle. Nu wel hier. Nee, dat kan echt niet zitten. Ik ga dan gewoon helemaal naar die curb. Ook al steek je je neus ervoor. En de Kenny. Nou, dan even kijken waar het wel kan. Niet hier met slippende banden. Dat is niet best. Oeh, we zitten in zijn nek. Wow, dit was een mooie move, joh. Ha, heerlijk. Heerlijk. Oh-oh. Hij komt links wel weer langs ons. Maar hij heeft de buitenkant. Dus daar gaat hij niet mij kunnen inhalen. Misschien kunnen we nog zelfs eten kunnen pakken, jongens. Oeh, we zetten weer de snelste tijd neer. Ah, nee, daar komt hij. Wat? Hé, die zag ik niet aankomen, hè. Ik dacht echt van, we got this. We gaan op naar Aitken, maar deze bocht doen we wel beter. Dus all good, all good, all good. We weten Schumacher achter ons te houden en de gap naar Aitken nog closer te maken. Oeh, dan moest ik zelfs een beetje op mijn rem. Kunnen we hem hier weer pakken? Ja hoor. Gewoon full send. Lock-up. Boeit me geen ene moer. Hij komt wel buitenom nu, maar we hebben de binnenbocht. Dus in principe zouden we het moeten halen. Maar nu heeft hij wel een betere exit misschien. Nee, hij had denk ik toch een beetje wheelspin. En we zetten weer de snelste tijd neer. Hij komt er wel aan, hij komt er wel aan. Maar dan hebben we weer de binnenbocht. En hij gaat er niet eens voor. Oeh, ik rem een beetje laat. En voor ons hebben we Lungard. Maar dat gaat hem denk ik niet meer worden, jongens. 1,5 seconde zit hij van ons vandaan. En dat is gewoon wel een beetje ver voor één rondje. Een tiende. Of ja, als je buiten de seconde zit, dan kun je het eigenlijk vergeten. We hebben er wel een halve seconde vanaf gereden.
Misschien kunnen we hier ook nog wel dichterbij komen, maar niet dichtbij genoeg voor een inhaalactie. Oh jeetje, dat gaat een beetje wijd. Ja. Op naar ons volgende prooi. Kom eens even hier, mijn jong. Police. Hé, police. Nee. We too late. Maar het was alsnog een prima raceje. Lekker gedaan hebben we het, vind ik. En ik ben er hartstikke blij mee. Dus dik prima. En we zijn natuurlijk ook de driver of the day. En vond je het nou een leuke video? Smash dan vooral op dat blauwe duimpje omhoog. Abonneer als je nieuw bent. En vergeet absoluut niet om dat belletje aan te zetten. Zodat je geen enkele video mist. En dan zie ik jullie de volgende keer, jongens. Later.